Kijk lieve mensen, een echte auto, een Ford, heb ik zelf ook, dat weet ik nu zo langzamerhand wel. De Ford raakte aan de kolk, dat is een 1 liter EcoBoost. Ja, ik vind het onvoorstelbaar wat ze uit zo'n motortje schoppen, zoveel pk, zoveel vermogen. Maar goed, dat even terzijde. Probleem was eigenlijk dat de auto na een paar kilometer al aan de kolk raakte. En wat mij opviel, ik startte de motor, ik heb even een vloeistof bijgevuld. Als ik de airco aanzet, ook standje diepvries, koelventilator gaat niet branden. Maar die brand gaat niet draaien. Er is wel wat anders verbrand, dat is namelijk het volgende. Ondertussen word ik ook opgenomen met nog een videocamera, leuk hè? Dit is dus een zekering van waarschijnlijk 80 ampère, zoals men als ik kijk in de BrainBee, in onze technische informatie. Maar die lijkt een beetje verweerd meer door de tand des tijds als het ware. Niet echt in één keer doorgebrand, maar ja, laten we eerlijk zijn, het is nu ook weer iets van 36 graden hier. Ik zweet mijn ongeluk. En ja, ik doe er even een andere zekering in, ik heb niet zo'n zekering, dus ik bouw even een zekering zeg maar met kabeltjes eraan. En dan kan de familie weer mooi op pad. Goed, ik moet dus een zekering, zo'n zekering. Nou, ik heb iets meer ampères, 80 in plaats van 60 volgens de geleerden. Kan zijn door de warmte, net wat ik zeg, is niet echt doorgebrand in één keer, maar het ziet er gewoon een beetje, het is warm geweest. Ik doe er even 2 kabeltjes aan, 4 kabeltjes totaal. Houdt u nou zelf hier ook een beetje vakantie in de buurt of zo? Ik heb niet echt een vakantiegevoel. Vriendin is wel geweest, die is alweer aan het werk thuis. Ja. Ik ben wel in Pisa geweest. Ik heb elke dinsdag en woensdag vrij. Wel in Pisa geweest, maar toch. Gelullig gezegd, maar dan zeg ik altijd van ja, wat doe ik hier toch? Ik ben aan het werk eigenlijk. Maar toch een beetje, ja, dan ja. Leuk om te zien, zeg maar. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als vroeger met de zakenreizen. Ja, dan ben je ergens en dan ga je toch op rondkijken. Maar ja, precies. Je wilt toch even kijken. Het is niet vergelijken met een vakantie. Ja. Nee, dat is het net niet, precies. Ik heb ondertussen de zekering klaar. Kijk, gewoon met die aansluitingen. En ik sta een beetje te kijken van zulke kleine aansluitingen. 60 ampère. Ik weet het niet, ik heb mijn twijfels. Er staat niks op namelijk. Geel is normaal gesproken in zekeringen dan 20 ampère. Maar zo'n koelventilator. Die trekt nog wel een beetje. Ik doe er trouwens nog even een stukje tape in. Puur voor isolatie. Dat het niet per ongeluk toch contact tegen elkaar maakt hier zo. Daar even. En hier even. Tuurlijk. Ideaal zou zijn een nieuwe zekering hier op dit moment. Maar ja, het is vandaag zondag. En ook nog eens een keer een feestdag. De 15e hier. Augustus. En niet alles is open op zo'n feestdag, alleen de supermarkt even. Dus vandaar dat we het nou op deze manier doen. Als de werking, als het maar goed is, of ik kan ook nog eventjes isoleren. Het is geweldig. Hij zit erin en nu gaat het er dus om, die koelventilator. Gaat die zo aan op het moment dat ik bijvoorbeeld de airco inschakel? Even controleren. Hij klopt, hij zit nog ver onder de marge. Hij gaat er even mee. Ruim 40 ampère. Koelventilator draait weer. Het moet natuurlijk een oorzaak hebben. 40 ampère verbruik. Valt binnen de norm. Ja, het is een stukje normale slijtage misschien. Misschien is het wel raadzaam om die koelventilator toch een keer te laten controleren en of vervangen. Bedankt voor het kijken weer naar deze vlog. Volg mij en mijn collega's op de welbekende kanalen. Voor mij zit Italië er wel zo'n beetje op. Ik ben hier nog een goede anderhalve week zo'n beetje en dan ga ik weer terug naar Nederland. En in september heb ik zelf vakantie, want
ben ik ook zo langzamerhand wel een keer aan toe. Nee, gaat helemaal goed komen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ciao. Vous êtes bien en ligne avec l'ANWB. Voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden worden gesprekken automatisch opgenomen. Pour des raisons de qualité, cet entretien est enregistré. Sla linksaf naar Via Lucchese. Hey, avanti. Vergeet niet regelmatig je vloeistoffen te controleren onder de motorkap, zoals motorolie, koelvloeistof, remvloeistof en de ruitenspoeivloeistof. En vergeet ook niet naar onze andere video's te kijken en te abonneren op ons kanaal.